Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg ah. Ah. Ik zeg oeh. Kwamen ze door aangeschud. Oerend haar, want ze hadden van de motorcross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Op het Engelse zand, de hoender en de vrouw liefst over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Zie je het doen? Oerend haat, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbestend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Aan het gehoor houden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oeh, 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 het hart. Ze gingen oeh, 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 het hart. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bertus reed erop en Tienes kwam er vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur die nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat doen?